Zo, dat was nog eens wat. Ik dacht, we moeten er gewoon even wat leuks van maken. Super tof dat je kijkt naar Gloneel Vlog. Mijn naam is Van der Pas, zoals iedereen weet. En ik ben net wakker. Ik heb net even Ganja even heerlijk even brokjes gegeven. Hé Ganja, goedemorgen. Lekker geslapen. Hij ligt niet van zijn brokjes, zo te zien. En ja, ik ga dadelijk even lekker koffie zetten. Maar, zo, dat is even beter. Oh, de ramen uitslagen. Oh, heerlijk. Ik ga even een gokje wagen hoor. Ik ben benieuwd hoe warm het vandaag gaat worden. Nou, benieuwd ben ik niet, maar ik weet hoe warm het gaat worden. Het gaat 18 graden worden, ik wou zeggen 22. Hoe kom ik nou op ineens met een getal 22? Geen flauw idee. Maar ja, het is al wel typisch ik. En dan ga ik maar even duin opgooien. Even warm weten. Ik zie geen zon. Wel wolk aan de lucht. That's it. Dus daar houden ze erbij op. Maar wat ik nu ga doen is dat ik even lekker editen. En laten we dat ook niet doen. Ik zag dat ik tijd over heb, want ik ben net klaar met editen. Ik heb gelukkig gehad. Oh, wat een gedoe allemaal. Echt, de vlog kost echt heel veel tijd. En ik zag die was hangen. Ik dacht, weet je, ik ga de test zo even opruimen. Het moet ook gewoon gebeuren om afval was even op te ruimen. Dat ga ik ook nu doen. Is gebeurd gelukkig, wasje rek opgeruimd en nou dat ook maar ook even een paar dingen snel daarop ruimen, want het moet ook gebeuren en dan klaarmaken om lekker door deze lekkere weer te lopen, dus daar gaan we ook klaar voor maken en een beetje dat even ook opruimen, ook een beetje troep aan te worden, maar ja, het komt helemaal goed, ik kan het, ik weet het voor mezelf en wat ik ook gelijk meeneem. Deze batterij is al vol, maar ik neem voor zekerheid reservebatterij mee voor als mijn camera leeg is. Dus dat is heel slim, dat ik verbreid hem alvast voor, dat ik reservecamera bij me heb. Dus dan gaan we nu even... Maar ik denk dat ik deze binnenkort weg ga gooien, want ik wil niet dat Ganja dadelijk op de grond zie en dan gaat hij ineens daar zitten. Ganja! Echt, dat is echt mijn plekje, dat weet hij. Oh god, zie hem zitten dan. Dat ziet jij mooi. Dat ziet jij mooi. Hé. Hey. Oh, deze nummer vind ik zo mooi. Oh, bij jou. Ik hoor bij jou. Jij hoort bij mij. We zijn samen voor altijd. We zijn nooit alleen. We zijn blij. Ik hou je vast. Ik maak je blij. Dit vind ik zo'n geniaal nummertje. La 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 la. Zo, dat was nog eens wat. Ik dacht, we moeten er gewoon even wat leuks van maken. Dus daarom dat ik heb ging zingen. Maar, dit is ook een lekkere nummer hoor. En dat horen jullie nu. Alles wat ik zie is steeds alles hoog. En alles wat ik zie is dat is goud. Gelukkig hangt liefde in de lucht. Gelukkig hangt liefde in de lucht. Want dat ik jou zag. En ik hield zomaar in iets van jou. Je hebt niks in de gaten, wat je allemaal met me doet. Dat kun je me ook niet schelen, ik heb je pas een keer ontmoet. Maar dan heb je mij misschien
misschien. En dan ben ik nu lekker biefstukje aan het maken. Broodje biefstuk. Dat is zo lekker eigenlijk. Ik heb er wel vaker over gehad. Maar ik zie dat de jus klaar is. Dus dan ga ik, als het lukt. Hoppakee. Hop. Dan kan die weg. Dan gaan we even wachten tot die klaar is. En tussen die tijd ga ik lekker muziekje luisteren. En wachten tot die klaar is. Dan gaan we dat doen. Een heerlijke zonnetje schijnt er. En een mooi weer is het vandaag gewoon. Ongelooflijk mooi. Ik weet niet of jullie altijd biefstuk eten. Maar je hebt heel verschillende mensen. Je hebt ook biefstuk. Je kan heel verschillende manieren biefstuk maken. Dat is heel hard. Dat die niet van binnen niet rood is. Maar je hebt ook dat mensen juist heel erg rood of een klein beetje rood van binnen laat staan. Maar ben ik benieuwd, wat hebben jullie dan als jullie biefstuk gaan maken? Ik heb hem altijd dan meestal helemaal rood van binnen. En dan denk je van, maar Sander, biefstuk, hoort dat er dan wel rood van binnen te zijn? Ja, ga dan kan gewoon. Je kan het dan gewoon eten. Voor mensen die het niet weten. Dus. Maar ik vind dat het lekkerste wat er is. Gewoon een biefstuk van binnen rood. En natuurlijk moet het bord ook gepakt worden. Een bord. Dat moet ook gepakt worden. Dus gaan we dat doen. Kijken hoe het gaat. Gaat goed. Hoppakee, doe ik gewoon even. En dan gaan we het vlees erop gooien. En ik heb brood hier liggen. En die gaat iets dan omdoor je deel kwijt. Totdat ik uit de vriezer gehaald. Wacht even. Ik ga eerst even het bord even meer neerzetten. Zo. Nou, ik vind het denk ik dat die goed is. Ga het brood even erop leggen. Wat ik dan doe, is brood ga ik dopen in de jus. En er zit een lekker jus aan het brood. En er is brood met jus. Brood en jus. En biefstuk. En dan met de knoflook erbij. Wat heb ik heerlijk gegeten. En ik heb lekker even van een zonnetje genoten. Maar ik zat even lekker relaxed achter de computer. En hij is de hele tijd. Piep, piep. Dan gaat de bel bij me. Ik dacht, hè? Ik mag geen bezoek. En ik dacht, wie zou dat zijn? Wat is het? Stond mijn vader hier beneden voor de deur. Waarom? Hij wou even gewoon gedag zeggen. Want hij ging even bij de patatzaak. Ging die eten halen. Die bij mij beneden hier zo. Dus ik dacht, okay, wauw. Maar ja, wel grappig. Ik dacht, wel heel grappig eigenlijk om te bellen. Maar het was wel een beetje een raar gevoel. Maar even nogmaals. Ik heb misschien te veel over de situatie. Laten we zo op een zachte manier gezegd. En wat het verbaasde is dat die Leeuwarden meevatten, dat ze er rekening mee worden gehouden. En dan denk ik van, wauw, hoe dan? Waarom? Waarom hier niet? Nou, ik kan even een vraagteken achter zetten. Blijkbaar, ik wil niet mensen beschuldigen, wat dan ook. Maar er zijn mensen die aan zichzelf denken en niet aan de ander. En dat is behoorlijk jammer. Maar dat kan ook aan liggen waarschijnlijk. Ik weet misschien, ik bedoel misschien negatief naar waar ik nu woon. Ik bedoel het eigenlijk te zeggen, niet negatief, maar dat is gezegd algemeen door iets dat eigenlijk Zuid-Holland ongelukkigste gebied van Nederland is. Of dat waar is, heb ik gehoord, heb ik ergens voorbij gekomen, is voorbij gekomen, ik weet niet of het waar is. Maar ik ben wel benieuwd naar, is het waar of niet? En dat meer hoe boven je, meer, hoe meer naar boven gaat, dat juist meer socialer is ofzo, als ik goed heb. Maar ja, ander onderwerp. Ganja zat eerst, achter de computer, ik heb dan even met hem zitten spelen. Maar, die Ganja, ja jij, zit helemaal naar mijn vinger te kijken. Dan heb ik het over jou, jongeman. Nou, jongeman, dat ben je niet meer. Oude man. Maar wel een lieve man. Hè? Hè? Kan je? Ik ben wel lieverd, hè? Elke keer hebt hij wel eens een keer vaker. Wil ik hem aaien, maar die wil hij zo graag mij likken.
bijvoorbeeld dit. Kijk hoe doet die doet. Oh, wat ben je toch een schatje, jongen. Wat ben jij toch een lieverd. Hè? Huh? Wat ben jij toch een lieverd. Hey. Je bent een lieverd. Je bent een lieverd. Weet je dat? Die ligt lekker hier zo, maar... Ik zei natuurlijk dat ik even met hem spelen was. Ik ga even daarop terug te komen. Zat hij door eerst één. Door de huiskamer te rennen. Maar wat ik dan dat hij meestal doet. Zit hij met heel groot blik. In zijn ogen. Zit hij te kijken. En dan ga ik hoef alleen even op te staan. En dan sprint hij, jongen. En dan sprint hij naar mijn bed gewoon. Ja, ja, dat doe jij. Je bent een leuke ventje. Als het lukt, wil ik even een keer proberen laten zien. Maar... Dan denk ik, oh ja, wacht, shit. Camera. En dan ja? Kijk hem zitten dan. Kijk hem liggen dan. Kijk hem liggen. Hey. Heb je nou zin hier zo, jongen? Wilt hij weer? Ja, ik merk het al. Hij wil me likken. Kijk maar. Dat is juist een gevoel, een grappig. Gaat hij helemaal omdraaien, wilt hij, omdat hij maar... En dan wordt hij boos, vindt hij niet leuk. Dan kan hij de hele tijd zitten aaien, want hij wil ook even aan, dan gaan mij wat geven, hè, Gaia? Kijk maar. Die gezicht van hem. Je bent een leukert, jongen, je bent een leukert. Hé, je bent een leukert. Geweldig, die Gaia. Dat vindt hij echt niet leuk, joh, als ik op zijn neus zit. Mis, ja, mis. Nee. Klaar nou, hè? Klaar nou, hè? Ik moet lief voor je zijn, hè, Ganja. Plagen mag, maar... Een paar keer is leuk en op het moment moet je ook stoppen ermee, vind ik. Hè, Ganja? Vind je dat ook? Ja, natuurlijk. Dit kan hij gewoon niet laten. Ik vind dat zo leuk dat hij dat doet ook, hè. Ik ben een boef, mijn grote boef, hè. Kan jij, mijn grote boef. Zit hij daar zo, weet je wel, op die bank. En dan ga ik alleen even opstaan. En dan sprint hij gewoon. Ja, ik vind het zo leuk om te zien hoe hij dat doet. En dan zit ik op het bed. En dan zit hij met hele grote ogen. Zit hij helemaal proberen te stoppen. Maar ik zie hem natuurlijk gewoon. Dat is wel logisch. Ik was weer bezig met TikToks aan maken. Ik vond het geweldig om te doen. En wat ik ook... Oh, ik val bijna om. Dat is lekker. Wat ik ook heb zitten doen is eigenlijk... Een vlog opnieuw in de render gestopt. Die ik bewerkt had vanochtend. Dus die zit opnieuw in de render. En jullie zien nu toevallig nu al de TikToks die ik heb gemaakt. Dat zien jullie nu. Hé, hey, kan je nou eens een keertje stoppen met die kut TikToks? Hassan, we gaan hier zitten. We zitten hier al. Ja, en snel hè, want ik heb honger. En mag ik vragen wat u aan het eten bent? Ja, dat mag. Nou? Nou wat? Het antwoord. Welk antwoord? Nou, op de vraag. Je zei net, mag ik vragen wat je daar aan het eten bent? Oké, en wie is er zo grappig geweest om dit op het bord te tekenen? Jij? Heb jij dat gedaan? Nee. Ik weet niet. Dat waren allemaal mijn TikToks. En ik hoop dat je het leuk vindt. Laat even weten of je TikToks leuk vindt of niet. Ik ben er wel benieuwd naar. Maar tussen die tijd ga ik deze rollenlijn naar beneden doen. Dus, en want morgen weer een dag. En vandaag is natuurlijk voor mij zaterdag al. Maar voor jullie eigenlijk was het vrijdag. En van vrijdag naar zaterdag. En ja. Wat ik allemaal morgen ga doen is eigenlijk boodschappen doen in ieder geval. Maar wat gaan jullie nog wel zien, dat weet ik zelf ook nog niet. Dus maar wat ik wel echt wil zeggen tegen jullie is,
Jullie allemaal bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk hebben gevonden. Vonden jullie deze vlog leuk? Doe sowieso even blij duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Het zou tof zijn als je je beneden abonneert. En zeg ik alvast veel kijkers in groen nieuwe vlog om 1 uur. En zeg ik hierbij laters. Ik ben met het team net even anders aan het bellen. En voordat ik dat ga beginnen, ga ik eerst even nieuwe batterijen gooien. Dus ga ik even nieuwe batterijen plakken. Mijn batterij is leeg natuurlijk. Dan ga ik even nieuwe batterijen gooien. En wat ik al zei, dat ik ging bellen met ze. Maar ik weet niet zeker of ik ging volgen.